Papa fait son tapa baka king. Mais qu'est-ce que c'est kingien baka kingien? Ben, vous bégui par la tegodo. Vous dites alors gars si à venir par la tegodo. Vandaag is het officiële startsein gegeven voor de renovatiewerkzaamheden van de stichting Nyung Kombe. Door tussenkans van het ministerie van Financiën zijn de middelen beschikbaar gesteld om de renovatie in orde te kunnen maken. Eigenlijk is bedoeling Bende dat de stichting zelfstandig zou moeten fungeren. Minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling gaf aan dat toch wel ondersteuning Bende van Nodu voor Tjara Rokogo Moro Fara. Apprecie Abuela potentie. Maar ik heb het begin van de jaren, ik heb het begin van de jaren, ik heb het begin en dat is het. En ik denk dat het langzamerhand de stichting Ogodoro en zelfstandig zijn, dat kan draaien autonoom, omdat dat potentie er wel. Ik heb een directeur geschreven van 11 maanden en eigenlijk heb ik 6 maanden voor begin roken. In de 6 maanden dat ik voor. Los voor de zichtbare verandering. Je ziet Wang Boonsani uit als directeur. Ba? Ja, zeker. Toeluko apisi administratief roko behora sani change op. Walo probleem bij de wampiste nang aaning. Ubem change aaning. Bakadati ube aba apisi fube opo a bankrekening. En im denki na wanyu stichting san absofuru ervaring. Dus ube mitang ap change squala. Maar het is een opzetting, dus een reorganisatie die Asani lek van betekent vanaf het begin. Je moet maken not van Asani van niets iets maken. En je ziet dat nu Asani is gesteld, een logo ontwerp, organogrammen maken. Wat is het ook bij Abif doen? En ook met de eerste papieren voor de eerste subsidie. Dus ook toe dat bij de hele opgave. Maar die de kan prijs ook zelf gelukkig dat die dat de nou bakken en we haar gaan afzien hoe naar Moro snelle. Oh, massa gadusa zo pi betak nee wa misi jij teke adisi ana penkosu abaka penkosu dat ik teke oh hier gonga dulu kuya disi ade taki na abaka penkosu ke wata de kaya sofu de ke fa sofu suti so sefi. Alla de sama jende kote king. Kianta Akim Boto van onze nieuwsdienst, die ter plaatse aanwezig was, heeft ook gesproken met Ferno Prior. Hij is de directeur van de stichting Nyung Kombe. En hij had het volgende aan te geven over het geheel. Directeur, vandaag is het een heel mooi moment voor stichting Nyung Kombe. Maar als we dus even kijken, hier wordt gerenoveerd, maar er zijn nog 2 andere locaties. We wilden in het kort weten van u, wat is de status van dat van Albina en dat van Kwarasang? Op Kwarasang dus hebben we dus niet afgebouwde panden die eigenlijk moeten gaan dienen als doorgaanshuizen. Ook op Albina heb je dus een doorgaanshuis. Daar werden ook deddozers gehouden, maar op dit moment is het bezet gehouden door mensen. Begrijp je? Maar we werken eraan wel om dus dat van Albina even op te lossen. De focus op dit moment ligt hier. Waarom? Omdat er hier al activiteiten plaatsvinden. Ja, de dosis worden hier gehouden. Weet je, activiteiten die te maken hebben met het overlijden van personen worden dus al hier, vinden hier plaats. Dus vandaar dat we zeggen van laten we eerst hier aanpakken. De plek aangenaam maken voor de bezoekers. De mensen dus die overlijdensgeval hebben. En ook voor de mensen die komen om attentie te tonen en op rouwvisite. De activiteiten worden druk bezocht. Maar er is toch 1 probleem dat heel opvallend is in de avonduren zodat er mensen hier zijn. Parkeergelegenheid. Heeft u daar al een plek voor op het oog? Kijk. Dat is wel een probleem, dus dat we als stichting onderkennen. Je begrijpt, je hebt ook een aantal bedrijven hier dus, in de omgeving die ook gebruik maken dus van dezelfde parkeerplaatsen. Dus ja, op dit moment kan ik niet zeggen hoe we dat probleem gaan oplossen hoor. Maar ik denk dat we toch wel een oplossing daarvoor moeten zoeken.
Ja, maar ik denk, het, kijk, omdat hier toch wel meestal druk is in de avonduren, vooral als er brokkodie is of een of andere activiteit. Maar in de avonduren is er toch, toch wel een paar keer plek hoor, omdat de andere bedrijven dan niet echt actief zijn. Overdag is het meestal een probleem. Maar we gaan kijken hoe we dat probleem gaan oplossen. Egbertus Fonky, SCN-voorzitter, gaf aan in zijn toespraak dat de renovatiewerkzaamheden als een bevalling beschouwd kunnen worden. De voorbereidingen naar vandaag waren de 9 maanden. Na de bevalling, dat is dus de komende periode en in de toekomst, moet de plek beschouwd worden als een kind dat groeit in een schoon milieu. De samenleving, dat zijn de gebruikers, die moeten dus te alle tijden de plek onderhouden. Die kan hier aan, die kan hier ook om hier aan. Henda, tenwa, muye, dekube. Nou, die pijven, die ook pijven, nou, dat is een wijzondi. Nou, die pijven momenten in de oude aan. Ta di bed di muye bi de kwen tide a opay. No ti apay, no ta begi lanti, fun hepi u ki yadi mide. A di eside, mwa kono sembe mama ku ta tate de pay wan mi. No te di mide bigi waka, no ade o mama ku ta ta mo, ade o lanti. No henda i kami yadi. Wo hoye sati, taki, ta wami nata go asunju sunju kamia hi de sembede takwa ki u begide bede go i kamia ki limbo limbo dawi te ita ho di kamia limbo limbo kuma faya bi osunju yu dobuka te kwa ki nacha sunju ko tuwa so big land mo ho di kamia limbo limbo en kuma fa digito taki mo hi asunju kwa ki undefu nu pi talu kushu. Contact Isiwa Santa Strati en Ifentaki Apres Pari, Senenkong na IT 91 320 Potenti 891 3040. Sorry me.